De schaatsacademie, het ontstaan van de schaatsacademie. Ik heb zelf altijd geschaatst. Ik ben opgeleid door het gewest Groningen. Daarnaast heb ik, na het gewest heb ik in de VPZ schaatsploeg geschaatst. Uiteindelijk hield dat op. En zat ik na te denken samen met een goede vriend van mij, Simon Zolingen, van hey, wat nou als we met de kennis van nu het allemaal over hadden mogen doen? Wat zouden we dan eigenlijk anders hebben gedaan? Nou, daar waren we vrij snel uit. Een van de dingen die we erg belangrijk vinden is het combineren van je sport en je school. Het was voor ons altijd een drama. Wij moesten na onze school altijd snel naar een ijsbaan om daar te trainen. In Amerika doen ze al jarenlang dat school en sport perfect op elkaar aansluiten. Dus wij wouden graag een doorlopende leerlijn in je opleiding hebben van een groep van trainers die dat langere tijd zouden begeleiden. Dus niet elke keer een nieuwe trainer die het wiel weer opnieuw uitvindt, maar een trainer die op basis van kennis en ervaring gaat begeleiden. En zodat er ook een dossier wordt opgebouwd, zodat je elk jaar weer betere keuzes kan maken. En dat waren eigenlijk twee hele belangrijke pijlers voor ons om de schaatsacademie op te richten. En om een opleidingstraject neer te zetten wat het eigenlijk nu is. Wat we ook heel belangrijk vonden waren goede trainingfaciliteiten. We waren gewoon het selectieuur in Groningen, we waren met twee uurtjes en daarnaast moesten we nog op het jeugdteam trainen. Dus we bouwden onze eigen trainingsfaciliteiten. Eigenlijk een plek waar je school en je sport samen met een langere opleiding, met een langer opleidingstraject en goede faciliteiten kon combineren. Zo is de schaatsacademie ontstaan. We zijn nu 10 jaar bijna bezig, we gaan straks ons 10e seizoen in. En je ziet dat de schaatsacademie en onder de vlag van IJskate, de APPM schaatsacademie, echt een begrip begint te worden in het jeugdschaatsen, met name hier in het noorden. Kinderen komen eigenlijk uit het hele noorden om hier naar school te gaan en de schaatsopleiding te volgen. Waarom ze dat doen? Nou, om verschillende redenen. Om het perspectief dat het biedt. We zijn aangesloten bij een professionele schaatsploeg, dus hele jonge kinderen die kunnen naar boven kijken, die kunnen bij ons trainen en denken van ja, als ik elk jaar een stapje maak, dan zit er binnen de organisatie waarin ik zit, zit er de mogelijkheid om eventueel bij de allerbeste mee te kunnen gaan trainen. Voor ouders is het belangrijk dat het heel veel structuur biedt. Een kind gaat naar school bij ons en schaatst ook. Dus gaat 's morgens van huis, traint, gaat naar school, komt thuis en is klaar voor de dag, kan zijn huiswerk gaan maken. Je merkt nu door de jaren heen dat de schaatsacademie een hele hechte groep sporters is geworden, waar elk jaar nieuwe bijkomen, waar soms ook wel eens een paar van afvallen, maar die elke dag samen met elkaar optrekken. Ze gaan samen naar school, ze trainen samen, ze reizen samen, ze gaan samen met elkaar de competitie aan in de winter. En dat jaar op jaar op jaar, waardoor je ziet dat er echt een hele hechte groep sporters aan het worden is. En dat is heel mooi om te zien, waarin je vroeger nog wel eens groepjes had waar elk jaar de bezem doorging en waar weer nieuwe werden ingevlogen. Dan zie je hier echt een basiskern van sporters die jaar op jaar op jaar steeds dichter naar elkaar toe groeien, steeds beter weten wat ze aan elkaar hebben en steeds hechter worden. En dat vind ik vooral heel erg mooi om te zien. Er zijn veel schaatsers bij ons die ervoor kiezen om naast het schaatsen nog een andere wedstrijdsport te doen, skiën, fietsen, en daar is ruimte voor. We gaan daarin een heel uitgebreid gesprek aan van hey, wat zijn nou je motieven om te doen, wat zijn je sportieve doelen. En op het moment dat jij daar zelf goed over nadenkt en het past binnen het schaatsacademie-programma, dan is daar altijd ruimte voor. Zelfontplooiing, zelfregulatie, een mooie term die veel gebruikt wordt, is daarin een belangrijke pijler binnen onze opleiding. Schaatsers hebben altijd de mogelijkheid om daarin hun eigen pad te belanden. De APPM Schaatsacademie. Wij zijn een onderdeel van IJskate. Wat wij simpelweg zijn is een jeugdopleiding. En al denken wij niet graag in hokjes, toch wil ik jullie graag op de volgende manier uitleggen wat wij schaatsers te bieden hebben. Het traject begint in talentenklas, dat 3 jaar duurt. Dan is er een rookie year, waarin er meer trainingen zullen komen en er meer aansluiting zal komen met de masterclass. Wanneer de schaatser zijn juniorentijd is ontgroeid en door kan stromen naar de subtop van Nederland in het seniorencircuit, komt de schaatser in de masterclass plus. Dan word je natuurlijk niet in de diepe gegooid en zoek je maar uit. Dan is er een mogelijkheid om in het IJskate Development Team te komen. Maar hier eindigt het APPM Schaatsacademie traject.